Welkom bij weer een filmpje van Management en Organisatie. En dit keer over het eigen vermogen. Laten we eens even kijken naar de balans. Een balans bestaat uit een debetzijde en een creditzijde. Op de debetzijde vinden we als hoofdposten de vaste activa, de vlottende activa en de liquide middelen. En aan de andere kant het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Deze onderneming heeft een eigen vermogen van 100 en een vreemd vermogen van 230. De debetzijde bevat de bezittingen, oftewel de activa. Aan de creditzijde van de balans vinden we de schulden, ook wel genoemd de passiva. Nou, alles van de bezittingen wat niet gedekt wordt door schulden, is van jezelf en is dus het eigen vermogen. Het eigen vermogen is bij kleine ondernemingen een saldopost. We halen simpelweg de schulden van de bezittingen af en dan zien we wat de ondernemer zelf in de onderneming heeft ingebracht. Bij grotere ondernemingen, zoals een NV, wordt het eigen vermogen gevormd door aandelen en de reserves. Als je een aandeel koopt van een bedrijf, dan ben je voor dat deel eigenaar. Als een onderneming 10 aandelen uitgeeft en jij koopt er 1, dan ben je voor 10% eigenaar. Een aandeelhouder heeft recht op dividend, een deel van de winst. En hij heeft stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. Laten we eens kijken naar de passiva zijde van de balans van een NV. Die kan er bijvoorbeeld zo uitzien. Het aandelenkapitaal, in dit geval 5 miljoen. Dat is het maximum aan aandelen wat uitgegeven kan worden. Dat bedrag van 5 miljoen staat tegen de nominale waarde. Dat is de waarde die op de aandelen gedrukt staat. Maar niet al die aandelen zijn nog verkocht. Aandelen die nog niet zijn uitgegeven en dus ook niet meetellen voor het eigen vermogen, dat bedrag staat ook tegen nominale waarde. Deze 2 miljoen is dus nog niet uitgegeven, maar ligt nog in de kluis. 3 miljoen noemen we geplaatst. De aandelen die zijn uitgegeven aan de aandeelhouders. Ook dat bedrag staat tegen de nominale waarde. Dus in dit geval zijn van de 5 miljoen aandelenkapitaal 3 miljoen euro geplaatst aandelenvermogen. Dan hebben we een aantal reserves. Die 3 miljoen aan nominale waarde geplaatst aandelenvermogen, daar is kennelijk nog meer geld mee verdiend, want de agio-reserve is 1,5 miljoen. Dat betekent dat die aandelen voor meer verkocht zijn dan de nominale waarde. Gelukkig wel, kennelijk wilden de aandeelhouders, de beleggers, wilden de aandelen graag hebben. Daarnaast hebben we een algemene reserve en ik zie ook de winst staan. Deze posten maken allemaal deel uit van het eigen vermogen. Alle reserves en de winst horen bij het eigen vermogen. We kennen heel wat verschillende soorten reserves. Maar wat wil dat nou zeggen, nominale waarde? Een aandeel kan verschillende waarden hebben. Let goed op de verschillen. De nominale waarde, de emissiekoers, de beurskoers en de intrinsieke waarde. De nominale waarde is de oorspronkelijke waarde van het aandeel. Deze waarde staat erop gedrukt. Als het allemaal goed gaat, is een aandeel echter meer waard dan dat. Dan hebben we de emissiekoers. Als een aandeel voor het eerst uitgegeven wordt, dan kan het bedrijf een hogere waarde vragen als er veel vragen zijn naar het aandeel. Bijvoorbeeld als de verwachtingen over de resultaten van de onderneming hoog zijn. Dus als verwacht wordt dat het bedrijf veel winst zal gaan maken. De nominale waarde is dan bijvoorbeeld 5. Agio is 2 euro en dat betekent dat de emissiekoers, het bedrag waarvoor de aandelen verkocht worden op de beurs, 7 euro zijn. Agio moet apart op de balans bij de agio-reserve vermeld worden, zoals we gezien hebben. Dus, de nominale waarde, dat is de waarde die op het aandeel vermeld staat. De emissiekoers, dat is de uitgiftekoers van het aandeel, dus met de agio. Het aandeel is dan boven pari uitgegeven, zoals dat heet. De beurswaarde is weer wat anders. De beurswaarde, dat is de waarde die het aandeel op dit moment op de beurs heeft. Hier heeft de onderneming niet veel controle over. De markt bepaalt het. Goed nieuws zal de koers doen stijgen en slecht nieuws zal hem doen dalen. Als verwacht wordt dat de onderneming veel winst zal gaan maken, dan zul je zien dat de beurskoers daalt. Dat heb je vast wel eens op het journaal gezien. De intrinsieke waarde is een heel duidelijke waarde. Wij nemen het totale eigen vermogen en dat delen we door het aantal uitgezette aandelen. Oftewel het gemiddeld eigen vermogen per aandeel.
Dit is dus eigenlijk de werkelijke waarde die het aandeel vertegenwoordigt. Reserves. Reserves zijn middelen die de onderneming vasthoudt in de onderneming. Ze vergroten het eigen vermogen. Algemene reserve, dat is de reserve gewoon om het eigen vermogen te doen groeien vanuit de winst. Agio-reserve, die zagen we net. Reserve doordat agio over de uitgegeven aandelen is behaald. Daar moet de onderneming verplichte reserve voor maken. Agio is de emissiekoers minder nominale waarde. Dan hebben we een herwaarderingsreserve. Reserve doordat de vaste activa in waarde zijn gestegen. Bijvoorbeeld ons pand dat meer waard is geworden. Die extra waarde moet in een reserve. Waarom, denk je, is de vraag. Zo voorkomen we dat die waarde uitgekeerd wordt. Want er staat tenslotte geen liquide middelen tegenover. Dus als ons gebouw in waarde stijgt en we zetten het voor meer geld op de balans, dan is dat hartstikke mooi. Maar we weten natuurlijk pas dat we dat geld verdienen als we het pand verkopen. En daarom moet je voorzichtig zijn met deze reserve. Winstreserve. Reserve zodat we in een volgend jaar, als we misschien wat minder winst hebben, toch een mooi dividend uit kunnen keren aan onze aandeelhouders. Het heet ook wel de egalisatiereserve, omdat je op die manier zorgt dat de dividend die je uitkeert, procentueel mooi gelijk blijft. Je dividend, dat druk je uit in een percentage van de nominale waarde. Daar heb je hem weer. Wettelijke reserve, dat is een reserve die per se moet van de wet. En een statutaire reserve, dat is een reserve waarvan we in onze statuten hebben afgesproken dat het moet. Een kleine oefenopgave. De passieve zijde van de balans, met bekende getallen. Aandelenvermogen 5 miljoen. Aandelenportefeuille 2 miljoen, geplaatst aandelenkapitaal 3 miljoen, agio-reserve 500.000, algemene reserve 1 miljoen en de winst 350.000. De aandeelhouders is 7% rendement beloofd. De nominale waarde per aandeel is 100 euro. Van de winst gaat 100.000 euro naar de algemene reserve. De rest van de winst gaat, als dan champs, bonus, naar de directie. Gevraagd: bereken het uit te keren dividend, bereken het dividend per aandeel, bereken de bonus voor de directie en geef de nieuwe passieve zijde van de balans. En tot slot bij E, bereken de intrinsieke waarde per aandeel. Wat je nu kunt doen is het filmpje eventjes pauzeren, eventjes deze opgave proberen te maken, dan volgt het antwoord zo dadelijk. Als je alles goed hebt gedaan, dan zou je ongeveer zo uit moeten komen. €210.000. Het uitgekeerde dividend wordt €210.000. Het dividend per aandeel, ja, dat is natuurlijk niet zo moeilijk, want we nemen nu natuurlijk gewoon 7% van de €100. Als je alles netjes eraf haalt, hou je €40.000 aan bonus over. En de nieuwe passieve zijde van de balans, die ziet er als volgt uit. Aandelenvermogen, dat verandert verder niet. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, dus het geplaatste aandelenkapitaal blijft 3 miljoen. De agio-reserve blijft 500.000. Alleen de algemene reserve neemt met 100.000 toe tot 1.100.000. De intrinsieke waarde bereken je door het nieuwe eigen vermogen te nemen, te delen door het aantal aandelen, 30.000 in dit geval. En dan kom je op €153,33. Ik hoop dat je iets schat hebt aan het filmpje. Kijk het nog eens een keer rustig door. En veel succes met je toets.